jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. Ja, iedereen zegt iets anders. Hij zit op die boot. Stop. Guys, Pisa! Het is echt aan nu. Kom op. Hij is weer weg. What the fuck is dit voor kutstreek? Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Pak hem! Ja! Fuck! Go! Erin. Wie blijft er uit handen van Team Stuk? Dit is het jachtseizoen. Zo. Rico Verhoeven, ons popstalentje. Jij denkt dat je kans maakt vandaag. Oké, luister. Open zo meteen de deuren van jouw cel en dan mag je een poging doen om te ontsnappen. Je krijgt 20 minuten voorsprong en daarna komen wij direct in actie. Je krijgt van onze GPS-tracker mee en om de 10 minuten krijgen we exact jouw locatie door. Lukt het jou langer dan 4 uur uit handen te blijven, dan staken wij de jacht en dan ben je op vrije voeten. Maar lukt dat niet en we pakken je, dan ga je meteen terug de cel. Is dat duidelijk? Helemaal. Oké, Giel, breng hem alsjeblieft zo snel mogelijk terug naar zijn cel. En Rico, we beginnen pas als we op deze knop drukken, oké? Opstaan, kom op! Vandaag nemen de boys van Stuk TV het op tegen de King of Kickboxing, Rico Verhoeven. Deze heavy player heeft maar één doel voor ogen: winnen. Rico is vanaf 2004 professioneel actief in de zwaargewichtklasse. In 2014 wist hij de wereldtitel te veroveren, die hij sindsdien niet meer heeft afgestaan. Maar weet hij ook het jachtseizoen te winnen? We starten vanuit de cel in Fort De Hel, vlakbij Willemstad. Na zijn ontsnapping uit het kleinste fort van Nederland krijgt Rico 4 uur lang de kans om uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. En de jongens zien een klein beetje op tegen deze geduchte tegenstander. Rico Verhoeven, wat kunnen we van hem verwachten? Dit is voor mij geen spelletje. Ik ben bloedfanatiek. Daarom ben ik de allerbeste in wat ik doe. Ik wil altijd winnen. Rico is natuurlijk een hele grote vent. Wij kunnen best wel snel rennen. Ik denk dat hij ook wel slim en snel is, hoor. Ja. Ik denk dat hij, als hij echt zijn best doet, onze bussen nog wel uitrennen. Hij is in hart en nieren natuurlijk echt een sportman. Ik ligt er eerlijk gezegd niet zo wakker van. Ze gaan me niet vinden. Ze gaan niet bij me in de buurt komen. Want als ze in de buurt komen om me te pakken, dan raak ik ze gewoon. Met een hand of met een voet of whatever. Weet je, en dan is het ook afgelopen. Rico wil al gelijk het zware geschut tevoorschijn halen. Maar in principe moet hij gewoon zorgen dat Team Stuk hem 4 uur lang niet weet op te sporen. Rico draagt namelijk een GPS-tracker die iedere 10 minuten zijn locatie doorstuurt naar Team Stuk. Zij beschikken over een snelle bus, vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. Rico beschikt over niets. Hij heeft ook geen geld of telefoon op zak. Maar hij heeft wel een plan. Ik heb zeker een plan gefabriceerd. Ik heb wat dingetjes uitstaan. Nou ja, we zijn in de buurt waar hij ook woont. Ik denk dat hij wel geholpen wordt door vrienden, familie. We blijven niet op de grond. Oké, Rico zoekt het dus hogerop. Dat mag, zolang hij zich verder maar aan de regels houdt. Rico mag nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En hij mag niet langer dan 20 minuten achter elkaar in hetzelfde voertuig zitten. Maar deze boef blaakt van het zelfvertrouwen. Giel, Thomas en Stefan. Jullie zijn hier niet klaar voor. Niemand gaat nee zeggen. Nee. Dat durven ze niet. Jullie weten, I was born ready. Aangezien deze man vrij snel is, laten we snel beginnen. Geef een ram die knop, Giel. Komt-ie. En hard, hè? Net zoals Rico. Ontsnapt en rent zeer vastberaden zijn vrijheid tegemoet. En voordat Rico in zijn vluchtauto stapt, regelt hij nog snel een kleine blokkade voor Team Stuk. Lekker hek op slotje doen. Ik heb niet bij de scout ingezeten, maar ik heb wel lompenkracht. Alright, let's go. Het fort zit op slot en Rico is vertrokken. Maar wie is deze hulpvaardige man die buiten het fort op je heeft staan wachten? Deze meneer, dat is de man van mijn zus. Dick, gaan we eerst naar de gym, even trainen. Dus ik ben er klaar voor. Kom maar op, Stuk TV, bitches.
Rico heeft in totaal 20 minuten voorsprong op Team Stuk. Maar ze krijgen na 10 minuten al wel zijn eerste locatie te zien. Waar is Rico? Hij zit op de A17. Oh, hij is naar boven gegaan rijden. Hij zit op de snelweg. Hij zit op de snelweg. De boys zullen nog 10 minuten geduld moeten hebben voordat ze de jacht op Rico Verhoeven mogen openen. En deze boef is vol gas op weg naar bekend terrein. Zijn sportschool in Zevenbergen. En hier is het voor Rico natuurlijk niet heel lastig om een volgende lift te regelen. Toppie. Dit is Osama. Hoi. Hij is mijn trainingsmaat en mijn volgende rit. Dus we wachten nog heel even. Oké, sukkeltjes. Jullie mogen eindelijk weg. Ik mocht eigenlijk niks meenemen, maar het enige wat ik meegenomen heb is een paar zonnebril, ja? Ik speel niet vals, maar... Hey, criminal has the good look, Let's go, let's go! De 20 minuten voorsprong zijn voorbij. En Team Stuk snelt naar de bus om de jacht op Rico Verhoeven te openen. Let's go! Maar de boys hebben natuurlijk wel wat moeite om de startlocatie te verlaten. Hij moet open! Meen je dit? Rico heeft hem sowieso dicht gedaan, die poort. Dankjewel, hè. Hij is in Zevenbergen. 18 minuten rijden. Het kriebelt bij de jongens om zo snel mogelijk Rico Verhoeven te pakken. Maar die is natuurlijk niet blijven hangen. Kijk. Osama weet gas wel te vinden. Dus binnen 20 minuten in Bergen of zo redden we makkelijk. Als Team Stuk helemaal lekker op weg is, bekijkt Giel de laatste locatie iets aandachtiger. Oh, wacht even. Hij zit op bij de Super Pro Sportcenter. Kan je die bellen? Ja, en dan? Ja, vragen. Misschien werken ze mee, misschien werken ze niet mee. Kan het kloppen dat jullie momenteel Rico Verhoeven helpen? Wij zijn onderweg naar vakantiepark, meneer. Oké, dit was een heel raar gesprek. Ik geloof het niet. Trap je niet aan. Voel me goed. Vol zelfvertrouwen, we gaan lekker. Dus dat is het tipje. De volgende locatie is doorgegeven. Dus nu komen ze letterlijk onze kant op. Nou, Team Stuk is nog maar net op pad hoor. Die zijn nog in alle rust aan het voorspellen wat jouw plan gaat worden, Rico. Ik denk dat hij het gewoon heel simpel gaat doen. Auto's, misschien een bootje. Auto's. Misschien een bootje. Auto's. Ja, Toon. Dat zal lekker zijn. En omdat de jongens nog niet helemaal scherp zijn, checken ze de nieuwe locatie van Rico heel erg laat. We hebben een nieuwe locatie. We zijn aan het slapen, al 3 minuten. Snel voor die nieuwe, voor die afrit, snel. En dan zitten de jongens plots op dezelfde snelweg als onze boef. Dus in theorie, als ik hem nu 200 zou rijden, dan zou ik hem kunnen inhalen. Ja. En bij Rico rijdt het niet door. Ah man, file, drama. Oh man, even serieus. Hij zit gewoon op deze weg en we zitten echt dicht bij hem. Meneer, we hebben het dus alsjeblieft. Ik ben crimineel. Ik wil niet gepakt worden. Hey, lekker jongens. Lekker. Ik pak de boete. Kijk, het is zo raar. Deze strook is altijd open. Maar nu rijdt er niemand. Ja, ik snap het niet. Team Stuk is inmiddels ook de file ingereden. Shit. Check even goed waar hij zit, want hij gaat dus naar beneden, hè? Ja, daar gaan wij ook heen, man. Kunnen wij dat niet afsnijden? Nee. Maar ja. Enkele kilometers verderop begint het langzaam weer te rijden. En Rico heeft inmiddels vernomen dat zijn achtervolgers contact hebben gezocht met de sportschool. Ze hebben mij gebeld. Ze hebben dus mijn trainer gebeld. Klootzakken. Maar dankzij dit telefoontje heeft Rico nu wel het telefoonnummer van Giel gekregen. En kan hij contact met zijn achtervolgers opnemen. Ik word gebeld. Ja, hallo? Goedemiddag. Wie spreek ik? Rico, waarom bel je mij? Ik denk dat mijn trainer mij gaat flinken. Stel dat je bitches. Wij zijn de grootste bitches en we komen je halen, Rico. Schiet een beetje op, anders wordt die afstand alleen maar groter tussen ons. Oh, it's on. Het is echt aan nu. Kom op. Je had gewoon zijn trainer aan de telefoon. Ik had zijn trainer aan de telefoon. Oeps. Rico heeft flink kunnen doorrijden. En komt aan op voor hem vertrouwd terrein. Hoppatee, we zijn in Bergen zo. En ook hier heeft onze crimineel connecties met snelle wagens. Range Rover natuurlijk. Zo doen we dat. Yo vriend. Lekker, met jou. Wat zie jij eruit? Als topsporter moet je goed op je voeding letten. En dus heeft Rico gevraagd of er een 12-uurtje voor hem klaargezet kan worden. Zo, kijk dit jongens. Oh, shit, vriend, wat doe je? Rustig. Oh man, ik had zo'n honger. Geen tijd om rustig te eten, want Team Stuk zit je op de hielen. Ja, hij is in Bergen of zo. Meteen dicht op hem. Ja, rechtdoor. Rico's laatste locatie is in de buurt van een haven. En Giel trekt zijn conclusies. Ik denk dat hij een boot gaat pakken. Oké, laten we dan naar de haven rijden. We zitten er meteen bovenop. 10 seconden gaat de volgende locatie door, dus dan gaan ze zien dat we niet meer in Bergen of zo zijn. Dus ik hoop niet dat ze ons nu tegemoet rijden. Kijk, nu dus. Ah, hij zal pleiten. Hoe dan? Maat, hij is helemaal terug richting Roosendaal. Oudenbosch.
Kijk Giel, je had helemaal gelijk. Rico is inderdaad bij een haven. Yes, alright. Een luchthaven. Breda Airport, dus we gaan vliegen. En enkele minuten later komt Team Stuk ook tot die conclusie. Nee. Wat is er? Nee. Kom op, vertel. Hij is naar Breda International Airport. Nee! Ja. Dat is 13 kilometer. Shit. Zo doe ik het wel. Rico heeft ontzettend veel zin om het luchtruim op te zoeken. Ja! Haat het als boeven ineens op een fucking vliegveldje staan houden. Waar kan hij 20 minuten naartoe vliegen? Moeten we nu weten. Dames, als die gasten van Stuk TV komen, zeg dat ik me af laat zetten in Rotterdam Airport. Hoppa. Giel zoekt ondertussen contact met de luchtverkeersleiding van het vliegveld. Is het zo dat jullie Rico Verhoeven momenteel aan het helpen zijn? Geen of staat hij nu naast je? De verkeerstoren heeft waarschijnlijk werkelijk geen idee. Maar op de startbaan staat een klein vliegtuigje met een hele grote boef klaar om op te stijgen. De dames van Stuk TV hebben we niet gezien. Maar ja, de GPS-locatie laat dan onze dames overduidelijk zien wat de boef van plan is. Godsamme, hij staat op de baan! Oké, spullen gereed maken om te rennen, boys. Ja, Rico staat op de startbaan. Nog wel. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Flight Rico 001 is about to take off. The weather is pretty nice and we expect no traffic. Hebben jullie Rico Verhoeven gezien? Ik wil van jou weten waar die vlucht naartoe is gegaan. Ik kan jou helemaal niks zeggen erop. De jongens doorzoeken het hele vliegveld, maar vinden geen enkel spoor van onze voortvluchtige vriend. Jongens, is hij niet gewoon met de auto weg? De boys besluiten weer in de auto te springen en de volgende GPS-locatie af te wachten. In de hoop dat die iets gaat verraden over de bestemming van vlucht Rico 001. We moeten even wachten. Hij is gewoon goed voorbereid. Ja, dat heeft hij wel goed geregeld. En zelfs enkele kilometers boven de grond is Rico nog steeds bezig om de jongens op het verkeerde been te zetten. Ja, hij is door. Ja. Direct na het versturen van de GPS-locatie verandert deze vlucht van koers. Hij is naar Rotterdam aan het vliegen. Zo, hij gaat hard, jongen. Ah, hij is niet normaal. Wij hebben nu al 40 kilometer achterstand. Zo, wacht even. En 44 minuten. Shit zo, jongens. Maar ja, eerst maar afwachten of hij echt naar Rotterdam gaat. Dat weten we over een paar minuten. En deze actie wordt enkele minuten later, maar vele kilometers verderop, bij Team Stuk pijnlijk duidelijk. Hij is weer teruggevlogen. Hij zit gewoon weer naast die airport. Hij is gewoon een rondje gaan vliegen, hij heeft één piepje in de lucht laten afgaan. What the fuck is dit voor kutstreek? Dat meen je niet, ouwe. Oh, perfect. Hij heeft over ons heen gevlogen, hij heeft even gezwaaid, hij heeft een piepje laten afgaan, wij zijn weggereden. Hij is geland, hij is weer in zijn auto gesprongen en hij is vandoor gegaan. Deze gozer speelt met ons, ouwe. Pas man, ja, top. Alright bro. We gaan dit niet laten gebeuren. Nee, het doet echt pijn. Het is al gebeurd. Dit is pijnlijk. Wat een vieze. Het is 20 minuten naar de luchthaven. Oh. Ja, nu gaan we gewoon weer terug berg zo in. Team Stuk probeert zich te herpakken. Dit is wel zijn omgeving. Hij kent mensen, hij kent mensen met vliegtuigen. Zou hij weer naar berg op zo gaan? Heel goed, Thomas. Kijk maar eens waar Rico op dit moment arriveert. Wow, ja hoor. Rico is nu 2 uur lang op de vlucht. En dat betekent dat hij de exacte afstand tot Team Stuk op zijn smartwatch ontvangt. Team Stuk is 20 kilometer van je verwijderd. Oh shit, zal ik hier gewoon gaan liggen? Zal ik gewoon op ze gaan wachten? Of zal ik gewoon doorlopen? Weet je wat? We gaan een ijsje halen. Let's go. Yo man, lekker met jou. Mooi zo. Tuurlijk mogen jullie op de foto. Ik heb toch tijd genoeg. Boom, alsjeblieft jongens. Jazeker, maak een selfie. Onze ster neemt alle tijd. Maar hij heeft dan ook een mega voorsprong op zijn achtervolgers. Dit is midden in het centrum. Hij is hartje berg op zo. Thanks bro. Cheers man. Let's go. Hello. Ik denk dat hij ons daar naartoe lokt. Gaan we uit de auto, splitsen we op. Is hij allang weg? Nou. Voorlopig heeft Rico weinig plannen en is hij vooral aan het genieten van het heerlijke weer en de gezelligheid in het centrum van Bergen op Zoom. Dat hier een grote markt, nou, dat is gewoon sowieso alleen maar autovrij. Hij wil ons uit de auto hebben. Je hebt kans dat die gasten van Stuk TV hier naartoe komen en dan zeg je maar gewoon, hij was hier, maar hij is nu weer weg. Guys, peace out. We gaan weer verder. Voortuinstraat 2, Bergen. Hij staat nog steeds op de grote markt. Laten we gewoon maar gaan. Rico is ondertussen bezig om heel Bergen op Zoom voor te bereiden op de komst van Team Stuk. Kijk
Kijk, doe even zwaaien. Zeg maar, Rico, pak je nooit. Die ga je niet vinden. Oké, Rico, je had een enorme voorsprong. Maar kijk eens wie er inmiddels het centrum binnenrijdt. Hier rechts, hè? Ja. Ja, even op met me. Een hele braderie, man. Oké, als hij daar staat. Ja, ik wil wel even iedereen lopen, jongens. Jongens, tot zo, hè? Gewoon mensen vragen, hè? Horen jullie mij over? Ja, we horen jou over. Ga ik gewoon die drone in de lucht knallen? Ja, doe maar. Dan hou ik die locatie wel in de gaten. En terwijl Giel te voet het centrum van Bergen op Zoom doorkruist, zorgt Thomas dat de boys met de drone ook ogen in de lucht hebben. Zo'n grote man, in een fel oranje boevenpak. Gaat toch moeten opvallen, of niet? Ja, lekker met jou? Jongens, we hebben een nieuwe locatie. Oh shit, nu weten ze dat ik hier ben. Dus nu kunnen echt elk moment kunnen ze aankomen rennen dadelijk. Hij staat op het Beursplein 1A. Beursplein 1A. 4 minuten lopen. Hij heeft 4 minuten vandaag. Ik zie ze niet, let's go. Oh shit, auto's. Waar is die? Dat weet ik niet meer. Wat is dit nou eens? Ze kunnen hier gewoon eens aankomen rijden. Omdat dat de kortste weg is met de auto. Om hier te komen. Giel probeert het spoor van Rico te volgen. Maar ja, dit is Rico's hometown. Je weet niet wie vriend of vijand is. Waar is Rico naartoe gelopen? Die kant? Steenbergstraat heb ik al uitgelopen. Ja, iedereen zegt iets anders. Hier, stop. Gaat hij niet zo weg? Ik kan mijn lift geven. Hij denkt, doe, je hebt een oranje pak aan, vriend. Wat denk je zelf? Ik ben op zijn laatste locatie. Hij is echt in het centrum. Hij vertrouwt niet. Rico, waar ben je? Kom, stop eens. Ja, mag ik even erbij? Top, dankjewel. We worden echt letterlijk achterna gezeten en ze zijn nu echt heel dicht in de buurt. Oh, dat was even spannend. Ja, top, dankjewel. Nou. Thomas heeft inmiddels de zoektocht vanuit de lucht opgegeven. Ja, hij staat hier fucking een spelletje te spelen. Je weet niet wat je doet, want hij kent dit terrein op zijn beste. Iedereen had die onder duim, want iedereen zei een andere locatie. Ja, en over locatie gesproken. Giel, we komen je nu ophalen. Fuck, hij is weg. Stefan en Thomas pikken Giel aan de andere kant van het centrum op. En vervolgen de jacht op de King of Kickboxing in hun bus. Rico heeft eieren voor zijn geld gekozen. En laat zich afzetten op voor hem nog bekender terrein. Hey, doei, rij voorzichtig. Zijn eigen huis. Hallo. Ik heb snel een rit nodig. Ja, kom dan. Alright, let's go. Oké, even de kids gedag zeggen. Doei, jongens. En nou door. Want dan kunnen we nog net door de vingers zien dat je eigenlijk de regels hebt overtreden door ergens naar binnen te gaan. En nu krijgen we natuurlijk de beste lift in mijn eigen auto. Het is te hopen dat die auto net zo snel is als dat hij eruit ziet, want Team Stuk heeft ondertussen niet stilgezeten. Top, 6 minuten, yes! Kijk, hier is die sportschool en zo, volgens mij. Oh, niet te hard hier voorbij. Jongen. Deze plek. En terwijl de jongens rond de sportschool blijven hangen in de hoop daar Rico te vinden. Dit is wel een goed kruispunt om auto's te checken trouwens. Is onze boef aan het nadenken over zijn volgende stappen. Oké, nou, ik ga kijken of we een lift kunnen krijgen met een jetski. Moet ik iemand van het strand vragen voor jou? Nee. Die daar gaat staan en jou de volgende lift geeft? Nee, ik ga niet iemand van zijn strandvakantie die lekker aan het chillen is. Ja, alles voor de winst toch? Ja, we gaan sowieso winnen. Rico wil het bij een jachthaven proberen. Maar dan moet de slagboom wel met spoed worden opengedaan. Yes. We gaan kijken of we het water op kunnen. Hallo. Zou je heel snel voor mij het ding open willen doen? Ze proberen me te pakken en ik ben onderweg. Alright, thanks. Dank je. Rij. Onze volgende locatie is doorgegeven. Ze weten nu dat we bij het water zijn. Waterrijk, godsamme, hij is bij een park. Team Stuk race naar de laatste GPS-locatie. Waar Rico probeert om het vasteland te verruilen voor het woeste water. Zou ik ergens met jullie mee naartoe kunnen? Doei zo, dankjewel. Ja? Oh, dankjewel. Oké, fijn. Ja. Alright. We zijn op een boot. En aan de hand van de laatste GPS-locatie is het voor Thomas inmiddels ook duidelijk dat Rico niet in een auto zit. Besef even dat deze guy boven ons heeft gevlogen en nu zo meteen met de supersnelle boot over het water schiet. Waarschijnlijk. Het is echt janken. Janken! Nou, laat die tranen maar vast rollen dan, Giel. Want ook al is het laatste uur inmiddels ingegaan en krijg je nu om de 5 minuten de GPS-locatie binnen, Rico zit veilig op het water. Oh, hoe mooi als we ze dadelijk aankomen zien. Oh, echt hoor. Rico, u roept, wij draaien. Daar liggen allemaal boten, man. Waar? Zeilboten. Hier liggen allemaal speedboten. Ja, maar dit is aan de verkeerde kant. Hier zit links City. Kijk, ik zie hem daar, of niet? En ook Rico heeft de jongens in het vizier. Hij zit op die boot, stop! Hij zit op die boot, gek man! Hij zit op die boot! Oh, prachtig! Ik kan niet beter gewoon! Niet voor de strak. Ja, daar staat hij, daar staat hij. Hij zwaait! Ja, ga dan niet zeggen. De
Ik ga er even naartoe. Dat meen je niet! Regel die speedboot! Die speedboot. Remma, kan je hem even naartoe varen? Jongens! Hoe gaan jullie? We gaan lekker! Fuck jou! Jammer hoor! Jammer zeg! Jezus, dit is zuur! Oh, bij de hand, hè. Oh, dit is prachtig! Dit doet zo pijn. En nu zijn ze zo dichtbij en nou, er staat een boot die zegt doei. We gaan echt niet van jullie wegvaren. Tuf, we moeten naar de andere kant. Dus nu is alleen de vraag, waar gaan wij naartoe? Team Stuk staat vast voor een openstaande brug. Ze hebben dus nog maar één optie. Terugrijden, terugdraaien, weer die lange weg op. Hij moet heel snel ergens land. Daar was een haven. Ja, daar was een haven. Daar gaat hij heen. Tolen. Tolen, okay, ja. Go, rijden. Ja, daar kunnen we sowieso een boot regelen eventueel. We moeten sowieso opgesplitsen, want we hebben nog maar 40 minuten. En hoewel Rico op het water hartstikke veilig is, verraadt zijn nieuwe GPS-locatie wel waar hij wil gaan aanmeren. Zie je? Bingo! Ja! Hij is bij de haven! 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 Ja, bij de haven! Ja! Vol deze weg! De schipper zegt dat ze hier nog niet kunnen zijn. Maar met deze mannen, ik weet het niet. Dat is lekker. Tolen heeft maar één. Nee, hij kan ook zo rijden. Nee, er is één grote hoofdweg naar Tolen. Ik weet het gewoon niet. Ze kunnen hier zomaar ineens aankomen rennen. Dus ik hou mijn ogen open, ik blijf voorzichtig. Dus iets verder, snel naar voren. Door. Eentje naar voren. Ja, ik check even die auto. Nee, je moet gas geven. Hij moet nog aanleggen. Het liefst een beetje zo dicht mogelijk bij de brug. Dat we gelijk daar een lift kunnen proberen te pakken. Kijk, die boot. Dat is de boot. Kijk, hij is hier aangelegd. Dat is die boot, toch? Zullen we uitstappen? Ja, kom. Giel, hij gaat aan land. Hij gaat zo aan land. Oh, shit. Ze staan er, hoor. Ze staan er, jongens. Ze staan er gewoon. Ongelooflijk. Ja, hij is omgedraaid. Hij heeft ons gezien, denk ik. We moeten terug. Hij vaart daar. Hij moet eruit. Rij zo. Ik ga sowieso die button inzetten. Hij is weer weg. Hij vaart gewoon weg. Offline, guys. Doei! Rico is in paniek en gebruikt als eerste dit seizoen het nieuwe speeltje. To, we zijn offline. Hij heeft de offline-button ingedrukt. Ja, holy shit. We waren zo dichtbij. Rico raakte in paniek. Hij heeft nu de offline-button ingetoetst. Dat betekent dat wij de komende 10 minuten helemaal niks meer binnenkrijgen. Maar onze boef zit al 19,5 minuten op deze boot. Hij zal er nu toch echt af moeten. Ik wil eigenlijk proberen hier. Daar in het midden wil ik, daar wil ik eruit. Team Stuk baalt van deze slimme move. Zo dichtbij. We kijken of we hier eruit kunnen springen. Dankjewel. Hoe lang hebben we nog te spelen? Ja, dat kunnen we niet zien. Oké, ik zeg gewoon, we rijden terug, want hij is wel op die kant. Weten we wel ongeveer toegevaren. Dat is de enige nu dit. Even die woonwijk in. Zo, dan gaan we schoenen aan doen. Alles voor de win, jongens. Alles. De offline-button is nog steeds actief. De boys rijden doelloos rondjes. Waarom is alles offline? Wat is dit voor stomme future? Zodra de gear van de jongens weer online komt, gaat Rico het gelijk moeilijk krijgen. Zijn locatie wordt nu iedere 5 minuten doorgegeven. We komen nu hier toe natuurlijk. Gelukkig heeft Rico nog een bekende in de buurt wonen. Mijn oma woont hier in de buurt. Familieleden, alles worden bij deze proef betrokken. Oma! Hey, ik vind het lang duren, die offline knop. Jezus, fuck, ik baal echt heel erg. Oma Verhoeven is blijkbaar niet thuis. Maar gelukkig zijn de buren net zo behulpzaam. Zou u ons een lift willen geven of niet? Alright, thanks. Net op tijd, want bij de boys komt alle apparatuur nu weer online. He. Ja? Oké, top. Go. Ah, jongens. Hij is daar. Hij zit gewoon in Tolen. Terug. Met nog 20 minuten te gaan zetten de boys alles op alles om Rico alsnog achter slot en grendel te krijgen. Ja, rij maar door niet verder. Maar Team Stuk is blijkbaar vergeten dat er maar één weg van en naar Tolen loopt. Er is één grote hoofdweg naar Tolen. Ja. Daar zijn ze. Bukken. Daar zijn ze. Hier links. Oh. Hebben ze door? Nee. Nee, ze hebben je niet gezien. Maar je nieuwe GPS-locatie, die zien ze wel. Ah. Hoe doe je dat in 5 minuten? Oké, dus we hebben net de locatie doorgegeven dat ze weten dat hij nu op deze weg zit, op deze kant op. Hij zat op deze weg. Dit is zijn laatste locatie. Dus dan is hij sowieso die kant op? Ja, precies. Kom op jongens, de finale. Let's go. Come on. Met nog een klein kwartier op de klok en ongeveer 10 minuten rijden van hun voortvluchtige crimineel, ziet het er niet goed uit voor Team Stuk. En Rico heeft ook nog een laatste list achter de hand. Dankjewel, doei!
Alright, we gaan te voet verder. We gaan ons af laten zetten op een weg waar hun niet verder kunnen. Die kruising ligt helemaal open. Hij is dus ons tegengekomen waarschijnlijk. Nee, hij neemt deze. Wij rijden elke keer om Halster heen, omdat deze weg is afgesloten. Maar hij rijdt hier gewoon doorheen. Ja, dit heeft hij twee keer gedaan. Mijn god. Hij kan hier niet door. Kijk, misschien gaat hij niet door. 5, 4, 3, 2, 1. Boom! De champ is hier. Hoe kan je hier doorheen zijn gereden? Wie dan? Zoals ik al zei, niemand. Niemand. We pakken alles. Hoe kunnen we zo hard vernederd zijn? Vliegtuigen, boten, alles om te winnen. We hebben één hele goede kans gehad bij de jachthaven, die hebben we zelf verneukt. Lekker, lekker, lekker. Rico, jongen. Gefeliciteerd. Klootzak. Geniet ervan om al vrij voeten te zijn. Makkie lekker naar huis. We springen lekker in de jacuzzi. We staken de jacht. Ja, het is Rico Verhoeven gelukt om als eerste boef van dit seizoen 4 uur lang uit handen te blijven van Team Stuk. Tijdens het eindsignaal bevond hij zich op nog geen kilometer afstand van zijn achtervolgers. Maar daarmee staat hij vooralsnog op de eerste plek in onze ranglijst. Wil jij zelf ook het jachtseizoen spelen? Download dan nu de app. En in onze app kun je laten weten welke boef er een tweede kans verdient. Kom op, rijden! Jij bepaalt dus tegen wie we het moeten opnemen in de allerlaatste aflevering van dit seizoen. En maak daarbij kans op deze Samsung Galaxy S9. Maak je gear compleet. Weet jij het ontsnappen? Jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung.